Ben je bij elkaar lopen? En die heeft om 6 uur vanmorgen ons heel tijd wakker gemaakt. Echt zo gemeen. Zeg hoor. Ik ga alleen met Siep op stap. Dit is het geworden. Deze datedag is nu al een succes. Het is heel spannend. Ik vind het echt heel eng. Welkom bij een nieuwe vlog. Hallo. Wij zijn nu aan het rijden. Onderweg naar... Rabat, de hoofdstad van Marokko. En ook een van de 4 koningssteden, dus het wordt heel erg mooi. We hebben er zin in! We nemen jullie mee in deze nieuwe vlog. Ja. Weer een stukje zuidelijker, jongens. We komen echt op de mooiste plekjes. Op naar Rabat! Wij zitten in het park lekker te chillen, een beetje te eten. En zojuist heeft Jeppe zijn eerste 2 stapjes gezet. Ja. Nou, doet hij natuurlijk, heeft het niet voor de camera gedaan, maar hij heeft het echt gedaan. Gaan kijken of hij het nog een keer kan. Doe het dan, papa. Jeppie. Papa. Hey, kom eens. Kijk. Yes! Ja! Kom maar. Ja! Yes! We zijn zo trots! De allereerste. Hey. Nog een stukje. Hij kan lopen, jongens. Hij kan lopen. Nou, Jeppe, ga ze beach pakken. Ga maar stappen. Kom. Nou, dat was wel weer genoeg voor 1 dag. Zo trots op jou, Jippie. Hij is zo trots op jou. Ja! Love you! Ik vind het de allermooiste stad van Marokko. Ooit. Ga ik nooit meer vergeten. Mooiste stad van de wereld. Ja, ben je bij elkaar lopen? Ja! Yay! Er is niks gelogen aan de pracht en praal van Rabat. Hierachter is het mausoleum. Supermooi gebouw met allemaal goud en mooie marmeren tegels en dat soort dingen. Daar ligt een koning begraven. Wordt dag en nacht bewaakt door super... mooi aangeklede wachten. En op dit plein ook staat een toren, de Hassan-toren. Ook best wel indrukwekkend. Een grote toren die nooit is afgemaakt. En het zou ooit een minaret worden. De grootste volgens mij. Maar ja, ze zijn tot zover gekomen. Echt een mooi plein. Heel mooi plein. Die haan, die zat hier. En die heeft om 6 uur vanmorgen ons heel wat wakker gemaakt. Echt zo gemeen. Welkom op onze nieuwe camperspot. Superleuk. We hebben Rabat inmiddels verlaten dus. En we zitten... tussen de kippen, wat we gisteravond niet door hadden toen we hier aankwamen, maar het zijn echt heel veel. Echt heel veel. Kippen worden wel steeds brutaler. Ze worden ook met steeds grote aantallen komen ze hierheen. Ik probeer ze weg te lokken van de camper, maar ze komen alweer terug. Kijk. Oké, Matt, wij gaan brood halen. Pak je skateboard. In Marokko mogen ze dus geen... alcohol drinken, maar er schijnen toch plekken zijn waar je alcohol kan kopen. En wij vinden het af en toe wel lekker om een wijntje te drinken of een biertje of zo bij het avondeten. Dus we gaan nu kijken bij de Carrefour, dat is ook de dichtstbijzijnde supermarkt, of je daar een biertje of een wijntje kan scoren. Helaas, de Carrefour hier in het dorp heeft ook niks opgeleverd qua biertje, wijntje of iets maar wat, wat ook maar een druppel alcohol heeft. Moeten we de komende avond maar gewoon even lekker water drinken. Of colaatjes. Jammer. Zo, goedemorgen. We zijn aangekomen in Marrakesh en vandaag verlaten we de camping. Want het is vandaag datedag. Ik ga alleen met Siep op stap. Oh, je zou bijna denken datedag. En Azouz? Azouz. My name is Azouz. Number one taxi in Marrakesh. Number one, right? Number one taxi. Precies. Hij gaat ons naar het centrum brengen. En Jeppe die laten we dus achter bij Matt en Jo. Die gaat hier de hele dag lekker spelen op de camping. En wij gaan samen Marrakesh onveilig maken. Marrakesh! Eerste stop tour guide, waar zijn we? Wij zijn vandaag aangekomen bij het Bahia Paleis. Bahia Paleis. Super mooi paleis, echt zoveel tierlantijntjes. Het is niet normaal. Heel fijn. Alles gemaakt met echt mini kleine steentjes. En hier gebouwen met echt metselwerkjes. Waar wij nog een puntje aan kunnen zuigen. En het is echt prachtig, hè? Echt, hè? Dit is de binnentuin. Een van de binnentuinen.
je zit in het centrum van Marrakesh, het is super druk en chaotisch met scooters en zo. En dan kom je hier zo en is het echt zo oase van rust in één keer. Het is wel een soort van lekker opstart, want we moeten nog ontbijten zelfs. Ja, en dat is wel waar. Ja. Nou, snel het paleis door en dan op zoek naar een typisch Marokkaans ontbijtje. Nee, ik laat je niet achter. Kom koning, door je paleis. Ja. Dit is echt mijn land. Pannenkoeken, crepes, omelet, fruit, koffie. Echt lekker, hè? Mm. Mango juice erbij. Super chill. En op een super mooi plekje, op een druk marktje. Zij is nu alles aan het opbouwen. Ja, kijk maar, hier beneden begint gewoon alles al te krielen. Hoog boven de straat. En dan heb je zo het uitzicht over Marrakesh. Als je in Marrakesh bent, is het echt een must om een drankje te doen of te eten op een van de dakterrassen. Want die zijn er echt heel erg veel. En zijn ook echt hele goede. Waaronder deze, want het ziet er echt awesome uit. Ja, hè? Dit is lekker, joh. Met de pannenkoek, een beetje honing. En een beetje chocolade. En een beetje wat? En? Heerlijk, heerlijk. Dat is zo. We zijn inmiddels anderhalve maand aan het reizen. Sinds dat we eigenlijk Amsterdam verlaten hebben. Dus we zijn al een tijdje in Nederland geweest. Maar het is ook tijd voor af en toe een kappertje. Dus in Marrakesh naar de kapper. Midden in de souk gewoon. Ja, kijk. Hier, dit is de omgeving. Ja, die kappers zien er wel kundig uit hoor. Het zaakje ziet er ook wel schoon uit en zo. Dus ik denk dat wel goed komt. Nog in het Frans uitleggen hoe het moet. Ja, als het maar niet kaal wordt. Ik ben heel benieuwd. Let's go de volgende 3 jongens. Klaar! Dit is het geworden. Hij is zo snel, jongen. Hij laat je erin. Simon, mijn naam is Simon. Simon? Simon. Als je naar Marrakesh gaat en je moet geknipt worden, eventjes naar Simon. Echt naar deze meneer gaan. It's beautiful. Nu door naar de soep, toch? Ja. Naar een mand, die wil ik nog hebben. Zo, dit is even een cultuur shock. Ja, hè? Hier achter ons, hoe heet het plein alweer? Jij hebt een betere namen. Ja, Yama Elfna. Yes. Of hoe dan ook. Eigenlijk één groot toeristisch vermaak. Ik heb apen met luiers omgezien, slangenbezweerders. Maar ik heb het niet gefilmd, ook omdat mensen dan gelijk geld van je willen en ze bovenop je springen. Ja. Maar ik hou er ook gewoon niet van. Ik word er echt heel ongelukkig van. Hier is zo gaat dat ik denk, het is wel een beetje, offensief handelen hier, zeg maar. Ja, maar heb jij dat dan niet? Ik word er echt heel ongelukkig van. Ja, het is vooral bijzonder om te zien. Dus dan denk je, oh, filmen. Maar als je dan denkt van, ja, die aapjes worden gewoon vet uitgebuit. Ja. En dat is wel echt sneu. Dus een aapje met een luiertje. Maatje 4 dat je denkt, nou dat is toch allemaal, dat is bedoeld voor Jeppie, dat is niet bedoeld voor een klein aapje, dat kan helemaal niet. Nee, inderdaad. Ik vind het niet leuk, dus we gaan nu weer door naar leukere delen van Marrakesh. Oké, cool. Let's go. Oh, dat was lekker, joh. We hebben een hamam genomen, een echte Marokkaanse hamam. We zijn helemaal in de klei gezet, we zijn gescrubt met zo'n enorme handschoen. We zijn daarna weer in een andere klei gezet, in de olie gezet. Ja, en nu zijn we helemaal zacht. Ja, echt. En helemaal mellow ook. Ja, echt een beetje mellow. Normaal. Ja, we gaan nog heel eventjes Marrakesh verkennen. Mm-hmm. Ik wil nog steeds een mand hebben, dat heb ik in mijn hoofd. Dus ja, wij dames weten dat. Als je mand in je hoofd hebt, dan moet je het kopen. Ja. Heel even op zoek naar een mand op de markt. En mijn zus en Matt zijn zo lief om voor Jeppe te koken. Dus die gaat daar lekker eten. En dan gaan we daarna heel snel naar hem terug. Want dan kunnen we hem nog zelf een bedje leggen. Ja. Maar deze datedag is nu al een succes, toch? Dit was echt met lekker. Met het hamammetje erbij. Ja, want dit doe je niet met een kind. Dat kan niet. Nee. Jeppe had nooit meegekund, zeg maar. Je ligt op de tafel, lekker chillen. Zo helemaal. Dus dit was echt lekker. Fijne datedag. Op de valreep, bijna het einde van de dag. Sorry, in Marrakesh. Te maken. Zo mooi hier. Ja, het is heel mooi hier. Op de valreep, ja, we hebben hem gevonden. De mand. Goeie dat prijs. Dat is zo stom. Zit dat in je hoofd? Dan denk je, oké, ik loop heel die stad nog door, want ik wil die mand. Nou ja, uiteindelijk. Zo mooi. Maar het is gewoon leuk om te doen ook. Beetje afdingen. Maar die mand wordt dus gebruikt als een soort vuilnisbak. Dat is helemaal mooi. Ja, maar wel een leuke, ja, toch? Ja, wel tof. Ja. Maar het is gelukt, zo. Het is een vuilnismand. Ja, het is gelukt. Yes, gelukt. Missie geslaagd. Ja, en dan hebben we Marrakesh uit gespeeld voor een dag. Heel snel piepende bandjes. Nou, je hebt het. Terug naar Jeppie. Au revoir. Oké, au revoir. La prochaine. Taxi number one. Olé de Marrakesh. Welkom bij Morocco. Ik dacht vanmorgen nog, wat een grapjas. Maar hij is echt taxi nummer 1. Want alle taxis hebben hier een nummer. Merci bien. Au revoir. We zijn dus weer terug op de camping en het waait, net zoals gisteravond, best wel hard. Oh, we zijn terug. En Jeppie is hier op de camping, dus we moeten even een sprintje trekken, want ik heb zin. Ja. Jeppie, als het goed is, slaapt hij nog niet. Gaan we snel, Mookie. Mookie!
Jippie! Jippie! Hey! Jippie! Hey! Oh, jippie! We hebben de hele dag niet één keer gehaald. Nee, echt niet? Kat ook, hè? Oh, liefje! Oh, wat een dikke knuffel! Hey, schat! Hey, liefje! We waren een dagje weg, hè? Oh, lief! Oh, schattie! Nou, even knuffelen en bijkomen. Later! Van Marrakesh naar Meknes. Meknes! Het is een andere stad. Het is ook een van de vier koningssteden. Ja, de kleinste. En het wordt een beetje vergeleken met een klein Marrakesh. Veel rustiger, wel dezelfde dingen, maar dan wat chiller. Ja, dat heb ik nu eigenlijk al een beetje gemerkt. Want we zijn nu nog maar net aangekomen. Ja, daar met de camper. Gerrit staat daar. En wij gaan op zoek naar de zoek. De markt eigenlijk, want daar gaan we even beginnen, even in de schaduw, want het is best wel warm. Matt en Jo zijn er niet, want die zijn met de kindjes langs de kust aan het rijden. Wij zijn er wat meer het land ingegaan, want Meknes ligt hier. En dan rijden we straks allebei weer een soort van naar boven, naar Sheshuen. Dat is de blauwe stad en daar ontmoeten we elkaar dan weer. Maar we zijn even een nachtje alleen van elkaar. Ja, precies. Even wij met z'n drieën. Niet dat we elkaar zat waren hoor, maar zij wilden graag langs de kust. Want zij hebben gewoon kindjes die dan zich op een gegeven moment gaan vervelen. Ja. En ja, Jeppie die zit veel in de wagen, wandelt aan onze hand mee. Dus dat is wel wat. Ja, Jeppie is gelukkig nog wat draagbaar. Dus wij kunnen nog net iets makkelijker een stadje bezoeken. Benieuwd. Op zoek naar in ieder geval eten. Elke stad die wij bezoeken beginnen we met koffie. Ja, maar is heel belangrijk. Eten, drinken. Lang en dan gaan we een paar mooie plekjes van Meknes ontdekken. Woep woep. Nou, we hebben wel een beetje trek al. En heb online gekeken en op TripAdvisor zeiden ze dat hier een restaurantje zat. Maar wel met een gesloten deur. Dus even aankloppen. Even kijken hoor. Nou, en zo werkt dat hier in Marokko. Dan gaat er gewoon een deur open en dan kom je dus gewoon in een soort restaurant. Deze gang moet je door. En dan uiteindelijk kom je in een soort woonkamertje. Hoe leuk is dit? Een beetje een soort huiskamerdineetje. Ja. We zitten nu met ons drietjes maar hier. Allemaal kussens en banken. Die jongen van wie het restaurant is, die woont hier. En zijn moeder staat dus boven nu te koken. Die maakt iets heel lekkers voor ons. Maar wat nu op tafel staat is een harira. Een echte Marokkaanse soep. Echte homemade harira. En een broodje erbij. Dat lust jij vooral, hè? Broodmonster. Maar zometeen krijgen we ook een huisgemaakte tagine. Oh la la. Oh, dit ziet er altijd zo lekker uit. Ja, echt hè? Olijven, limoen, groentjes. En als het goed is, zit hier onder ook nog ergens kip. Nee, ik heb wel de vegetarische. Hey. Ja. Kip met vegetables, toch? Oh. Ik zei kip met limoen. Zei nee, ik wil alleen groenten. Nee, kip met groenten. Ah, nu heb je echt alleen groenten. Maak niet uit, tagine is tagine. En we zijn in Marokko, dus we eten tagine. Denk de kip er zelf maar even bij. Ja, kippetje. Stukje weer arm. We gaan lekker onze tagine opeten. Nam nam nam. We zijn in Meknes en er zijn twee dingen die deze stad heel erg typerend maken. En dat is een van de allermooiste mausoleums van het land, zeggen ze. Maar daar zullen we nooit achter komen, want het wordt op dit moment gerestaureerd. Dus het is dicht. Ja, maar de voorkant is ook al heel mooi. Ja. En de ingang. Het had veel goed beloofd, maar helaas. Ja. Papa. Maar gelukkig is heel dichtbij aan de andere kant van de straat ook iets heel tofs. Yes. Dat is namelijk de gevangenis. Die kan je dus ook bezoeken. Het is een gevangenis en die gevangenis zit onder de grond. Ja, nou, dat gaan we dus bekijken. Hier op het plein allemaal gaten. En die gaten zorgt er eigenlijk voor dat de gevangenen beneden in de kelder genoeg zuurstof kregen. Nou ja, en dan willen we natuurlijk wel even weten hoe het eruit ziet. Beetje luguber, maar we gaan hier. Het is echt heel donker. Heel donker. Naar beneden. Oké. Okay. Wow, het is echt heel donker. Op de camera ziet het er serieus echt nog een beetje licht uit, maar oh, dit is echt doodeng. Het is heel spannend. Ik vind het echt heel eng. Het is heel eng. Het is echt super donker hier. Je kijkt echt gewoon een diep donkere gang in. En de andere kant ook. Je kan gewoon het einde niet zien. Oh jakkes, het is hier ook een beetje koud. Ik krijg een beetje kippenvel. Maar het is, op de camera lijkt het nog best wel licht. Maar ik weet niet waar je het licht vandaan haalt, die lens. Maar het is echt heel eng. Kijk, hier zo'n een gat in. Ik heb geen idee wat erachter is, maar het is echt heel groot. Siep, wel bij mij in de buurt blijven. Woe, waar ben je? Ja. Het is wel echt een museum waar je dus geld voor betaalt. Waar je dus niks ziet. En wat ik doodeng vind, waar ik het niet zo snel mogelijk weer uit wil. Ja. Maar even kijken, dat zijn dus die luchtgaten. Daarboven. Die je dan net boven op het plein kon zien. Het is echt een raar museum. Maar het is cultuur. Ja. Snuif het op en ondergaat maar gewoon. Okay. Zo.
snel de catacombes weer uit. Ja. Was wel indrukwekkend of zo, op een of andere manier. We zijn nog niet heel veel wijzer. Ik voelde een beetje scary beneden. We zijn nu al een paar keer in de Medina geweest van de Marokkaanse stad. Elke Medina is toch echt wel 10 keer drukker dan dit, of niet zelfs? Opvallend druk. Het is echt zo. Kijk, er loopt gewoon bijna niemand op in die straatjes, terwijl alles open is. Maar ik heb wel een kleine verklaring. Ja. Er wordt gespeeld voor de Afrika Cup. Marokko is op dit moment dat spelen, dus echt alle mannen zitten met oortjes in, met telefoons, allemaal te kijken naar die wedstrijd. Hier ook bijvoorbeeld 18 jaar. Wat is de score? 0-0? 0-0. Ziyech. Wat Persie, ja. Voetbal dus. Yes, overal hetzelfde. Overal hetzelfde, ja. En we moeten natuurlijk ook avond eten. En dat gaan we vanavond doen in het allerkleinste restaurantje van het hele dorpje. Dat is bij Isha. En er passen echt heel weinig mensen in. Dus ik ga het je even laten zien zo om het hoekje. Daar zitten wij. Nou, en daar is nog één bank. En voor de rest past er niemand in. Dus wij gaan lekker eten. We hebben al besteld. Het staat op tafel. Dus even aanvallen en dan snel terug naar Gerrit. Gisteravond toch maar doorgereden vanuit McNest nog even naar een camping. En we zijn de enige gasten! Ja, we kwamen om 10 uur aan of zo, 's avonds. Ja, het was ook best wel donker. Het is echt donker, dus we reden ook in het donker. Dat was best wel scary op die slechte wegen. En dan konden we niet filmen, want het was heel erg donker. Dus je had ook helemaal niks gezien. Maar uiteindelijk zijn we hier aangekomen, echt tussen de olijfboompjes. Echt super schattig allemaal. Maar het was echt puur alleen om te overnachten. Want we rijden door naar Chechouin, de blauwe stad van Marokko. Dat schijnt echt een bezienswaardigheid te zijn. Maar dat past allemaal weer niet in deze vlog. Want dan wordt die veel te lang. Dus dit is het einde van deze vlog. Ja, volgende week zijn we er weer met een nieuwe vlog. Ja. Op zondagochtend. En je kan niet reageren onder onze vlogs. Dat hebben wij zelf niet verzonnen. Dat heeft YouTube verzonnen. Omdat deze kleine boy ook in onze filmpjes voorkomt. Ja, weet je wat die afgelopen is? Ja. Yay! Ga maar zwaaien. Ja. Nou, vergeet niet te liken, te sharen en te abonneren. Dan zijn wij er volgende week weer met een nieuwe vlog. Later!